En iedereen klaagt over moe. Hebben jullie dat ook, dat jullie moe zijn? Ja, ik klaag dus al vanaf 2019 over moe, maar de dokter die weet het niet. Druk te schrijven. Ja, met hele leuke, geweldige kerstkaartjes. Ja, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, want het klinkt nogal. Een hele goede middag, lieve vrienden, en oprecht een hele goede middag. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Eentje zien jullie daar liggen, en de ander die zit daar. En nog weer een ander, weet ik niet. Ik moet hier ook, die zit op de rollator, daarboven, daar ergens, weet ik veel. Maar in ieder geval, welkom, ja. Het is vandaag, wat voor dag is vandaag? Oh jee, ik weet het niet. Oh, het is wel de 24e, maar dan weet ik nog niet wat voor dag het is. Woensdag, mooi, het is woensdag. Oké, ja, gisteren was het dinsdag, is ook zo. Woensdag, de 24e van de 11e en we leven om 14:50. Ik ga weer eens eventjes met de hondjes uit. Ze zijn vandaag al eerder geweest, uiteraard. Maar ik ben weer naar bed toe gegaan, omdat ik lang niet in orde was. En iedereen klaagt over moe. Hebben jullie dat ook, dat jullie moe zijn? Ja, ik klaag dus al vanaf 2019 over moe. Maar de dokter die weet het niet. Hij stapt er niks van. Ja, ik ook niet. Ik wil het graag weten, maar hij weet het niet. Mijn bloed is getest erop en moppen. Nou ja, dan moet hij verder zoeken, maar dat doet hij ook niet. Dus ja, oké. Ik ga er toch weer binnenkort er eens even heen, want dat vindt mij niet. Maar dan moet het weer er ook naar zijn. En ik ga er niet heen wanneer het extreem koud is op de booster er helemaal naartoe. En daarbij... Hoe heet het? Hij moet wel aan het werk zijn. Ik bedoel, hij heeft ook dagen dat hij vrij is en dat er een ander er is. Nou ja, hij moet zelf vrij zijn, vind ik. Daar hebben we Rijker weer. Maar in ieder geval, wat wou ik nog zeggen? Ja, iedereen is dus moe. Ik wil weten of jullie ook moe zijn, omdat er iemand bij die moe is. Laat het mij weten hieronder. Reageer even. Zijn jullie ook moe? Wil ik wel weten. Ja. En ik heb ook wel weer een rare nacht gehad. Want ik sliep bijna. En ik kom met een schok weer omhoog. Ik denk, wat is dit? En toen kon ik nooit meer slapen. Maar ik kreeg van Karin ook nog even wat terug. Dus ik reageer op Karin. Tenminste, ik had het Karin toegestuurd, geloof ik, weet ik wel. Maar ik kreeg iets van Karin. En hoe heet het? Dat bedankte ik voor, of zoiets. Ik weet niet meer wat ik zei, maar op een gegeven moment vroeg ik ook... Kun jij ook niet slapen? En daar kreeg ik geen antwoord op. Ik denk, nou, het zal. Maar nog een vriendin van mij, Theresia, kreeg ik ook berichten van. En die kon ook al niet. Nou, oké, ja, en Mary was een aantal keren wakker geweest, hoorde ik daarnet, want ik kreeg telefoon van net. Ja, dus het gaat op en neer allemaal. Wie heeft er allemaal last van? Dat wil ik weten. Kom maar op, schrijf maar onder. Ja, dus ik zou zeggen, gewoon verder nou gaan genieten, ondanks dat het donker weer is, want het is echt donker weer. Grijs, rauw, triest, niks aan. Je zou inderdaad alle lichten aan gaan doen, meer. Dat ga ik dus weer niet doen. Nee, ik ga zo eerst even met de honden eruit, met de meisjes. En daarna ga ik eventjes de booster pakken. Ik ga even weer naar de bloemenzaak, kijken of er al takken zijn. Ja, want dat wil ik wel even weer hebben, hè. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat met jullie gaan doen. Of mee bezig zijn, of wat dan ook. En geniet ook lekker met ons mee. Doei doei!
Ja, lieve vrienden, ik zit in de keuken, zoals jullie zien. En ik zit aan de eettafel druk te schrijven. Ja, met hele leuke, geweldige kerstkaartjes. Ja, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, want het glimt nogal. Hoe doen we dat zo? Ja, dat ben ik aan het schrijven. Helemaal leuk, geweldig. Maar het is wel vermoeiend. Ja, en vooral als je artroos in je vingers hebt, hè. Maar ja, komt allemaal goed. Ik ben het allemaal aan het uitzoeken en aan het doen. En gelijk ook namen in mijn nieuwe adressenboekje schrijven. Want ja, die had ik vorig jaar voor de kerst voor mezelf al gekrocht. Nooit iets gebruikt. Nee, dat stapel dat werd maar hoger. Dus nou ben ik hem ook gelijk aan het gebruiken. De adressen uit dit boekje, dat schrijf ik allemaal over Daru in. Wat nog relevant is, want mensen waar ik geen contact meer mee heb, of mensen die zijn overleden, er zitten er ook van tussen. Ja, dat kan er allemaal uit en dan ging dat boekje, er zitten nog genoeg bladzijden in, wat nog allemaal leeg is. Dus ja, dan kan ik dat mooi gebruiken voor andere doeleinden. Ja, dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie, hoe laat is het? Avond zal wel wezen, ik weet het niet. Oh jee. Nee, nog niet. Het is nog geen avond. Het is nog niet eens iets anders is, geloof ik. Nee, maakt ook niet uit. Het is in ieder geval nog geen avond, nee. Dus ik zou zeggen, geniet nog van jullie namiddag. Dus tot later.